Het goede aan heel de zaak is dat door het feit dat in de actualiteit komt, er een soort van druk blijft op justitie. Als de film uitkomt, hoop ik dat we daarmee iedereen wakker houden. En dat het de slachtoffers en nabestaanden kan ten goede komen. Dat was ook eigenlijk het enige opzet van de film. Los van het feit dat het belangrijk is en interessant is om zo'n verhaal te vertellen. Maar kijk, ik zelf word ook... zelfs gisteren heb ik nog een nieuw iemand die mij zegt... Kijk, ik weet hoe het in elkaar zit. Dus ik kan het ook niet bijhouden. Dus David van de Steen wordt overrompeld... De advocaten worden overrompeld en daar zijn mensen, magistraten en anderen, die ons ook gecontacteerd hebben de voorbije jaren en die nu, naar aanleiding van het feit dat er terug een boost is, ook durven alleen naar buiten komen omdat ze iets hebben van kijk, misschien is het toch nog de moeite om opnieuw te proberen. Alles wat wij vertellen in de film is eigenlijk al allemaal te zien en te lezen geweest in documentaires, in tv-programma's jaren geleden. Dus wij vertellen eigenlijk niets nieuws, behalve dat er een invalshoek is vanuit de slachtoffers en de nabestaanden. En wie ook beweert dat dat nooit op te lossen valt, is natuurlijk dikke nonsens. Er is zoveel geweten. Je hoeft er echt... Ik zou nu nog rechten willen gaan studeren, als ik de tijd had en niks anders te doen had. Alleen maar om de zaak op te lossen, want je kunt het sowieso oplossen. Dus het is dikke bullshit dat ze het niet zouden kunnen vinden. Alleen, zij zijn niet verplicht om verbanden te leggen die een normale mens zou leggen. Zij moeten alleen juridisch denken. En juridisch kunnen het heel gemakkelijk niet vinden. Dat is eigenlijk het interessante en het rare van de zaak. Want als je het moet bewijzen, maar je hebt ervoor gezorgd dat de bewijzen weg zijn, ja, dan kun je het inderdaad niet bewijzen. Dus dat is de vicieuze cirkel. Maar een mens met gezond verstand lost dat op. Er zijn heel veel journalisten die fantastisch speurwerk gedaan hebben. Er zijn heel veel mensen in gerecht, politie, rijkswachters, die nu en die dingen hebben meegemaakt, die zich vragen hebben gesteld. En wij vertellen de film vanuit een grootvader die zijn kinderen verliest, een grootmoeder. En die een kleine jongen moeten proberen groot te brengen. Die zijn ouders heeft zien neerschieten. Die zijn zus heeft zien vermoorden. En die nu, 33 jaar later, gelijk zijn grootvader nog elke dag overrompeld wordt. En vecht om proberen tot een beetje gerechtigheid te komen. En dat gevoel... Die woede, maar ook die onmacht, die gevoel bij iedereen. Wel, dat is wat we natuurlijk hebben proberen te vertalen in de film. Maar als filmmaker, los daarvan, zou ik... Het fascineert mij zo. En los van na de montage, weet ik zeker dat we nog zullen blijven meedenken. Want we krijgen nu zelfs tijdens de afwerking, krijgen we informatie binnen. Begin deze week heb ik nog dingen gehoord, nieuwe elementen, die mij doen nadenken om bepaalde teksten eventueel nog te veranderen de komende maanden. Dus kleine nuances. Al was het maar om toch nog een beetje mee te helpen denken. Maar dat het kan of kon opgelost worden, is sowieso. En er kan nog altijd veel recht gezet worden. Er lopen genoeg gangsters nog rond die erbij betrokken waren. Er zijn er ook al veel dood. Ze hebben elkaar ook vermoord, sommigen. Dus dat is... Dus ik heb het allemaal niet uitgevonden. Ik ben geen speurder, gelijk ons hoofdpersonage ook zegt, maar dat is allemaal heel duidelijk.